planten nu ook heel veel verschillende gewassen door elkaar heen om te kijken of ze dat elkaar versterken. Maar tegelijkertijd ook om eigenlijk per strekkende meter, per vierkante meter, meer productie te krijgen. En we hadden een groot probleem met kweek. Dat is een heftig probleem bij ons. En die veroorzaakte ook dat de frambozen eigenlijk er lastig doorheen kwamen. Dus ik dacht van, als ik dat nou gelijk een rug maak, dat was ook het idee van Ernst Gotje, om een rug te maken van compost en in die rug aardappels te gaan telen of aardbeien. En ik dacht van, als je die rug nou zo hoog maakt dat de kweek eigenlijk het heel lastig vindt om erheen te komen, dan raak ik op die manier misschien de kweek kwijt in die rug. En het lukt vrij aardig, want door die rug van die compost zie je dat in één keer de vitaliteit van deze frambozen weer één keer heel erg mooi wordt. We krijgen super vitale frambozen daardoor. Het is een economisch rendabel bedrijf. Daarnaast hebben wij enorm veel klanten die het super leuk hebben, die rondlopen en blij naar huis gaan. Niet alleen klanten voor de winkel, maar ook klanten voor de boomgaard. We krijgen heel veel reacties op de koeien, de varkens, de kippen. 1/3 van onze klanten is moslim. Nou, dat vind ik echt super gaaf dat wij die op die manier erbij kunnen betrekken. En daarnaast hebben we ontzettend leuke groepen aan medewerkers. Hebben wij toch wel, denk ik, rond de 30, 40 mensen die leven ook van deze boomgaard.